Welkom bij Van Delta tot Diepzee. Een zoektocht naar de stand van de zee met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Iedere maand nodigen Tessel Blok en ik een onderzoeker uit om de trap te beklimmen naar het torentje van het instituut op Tessel. En daar, ver boven de zeespiegel, kijken we uit over het wat en praten over de zee. De kustecoloog professor Tjisse van der Heijden komt langs. Hij doet onderzoek naar het grensgebied tussen land en zee. Van de duinen via de kwelders en de zandplaten tot op de bodem van de geulen. Zijn warme belangstelling betreft ecosystem engineers. Dat wil zeggen beesten en planten die niet alleen de biodiversiteit verhogen, maar ons in één moeite door helpen onze kust te verdedigen. Een dijk met een kwelder of een oesterbank ervoor kan veel meer hebben dan een dijk waar de zee ongehinderd tegenaan beukt. Maar hoe krijg je oesters of mosselen zover dat ze uit eigen beweging een kolonie voor de dijk aanleggen? Hoe zorg je dat zoutminnende planten gezamenlijk een kwelder bouwen? Daarover komt Tjisse van der Heijden, professor in de kustecologie, praten in het torentje van het NIOS, dat uitzicht biedt op het Wad, het Marsdiep en het gat van de Noordzee. Het ligt voor de hand dat hij, gezien zijn specialisme, bij dat uitzicht vooral kijkt naar de overgang tussen land en zee. Nou ja, ik zie als ik over de dijk heen kijk, dan zie ik een prachtig waddensysteem met intergetijdenplaten en natuurlijk het Marsdiep, wat het wadsysteem dan weer vult en waar langs het ook leegloopt. Schitterend natuurgebied. En tegelijkertijd zie je ook, nou, ik zeg al, ik kijk over die dijk heen en zie je dus ook meteen de hand van de mens er al heel sterk in terug. Dus het is een heel waardevol natuurgebied met heel veel unieke soorten, heel belangrijk ook voor trekvogels, maar waar wij zelf als mensen ook al een belangrijke invloed op hebben gehad. Wat wij zien op zee is ook een direct gevolg van het feit dat die dijk daar ligt. Stel dat die er niet zou liggen, dan zou het er toch heel anders uitzien, neem ik aan. Dan zou het er waarschijnlijk heel anders uitzien, ja. Dus dan zou het een helder daar natuurlijk niet liggen. En dat was, daar zijn hele stukken polder zijn natuurlijk daar ook ingedamd. Dus dan zou het sowieso daar rondom het Balgzand heel anders uitzien. Ik denk ook dat de kop van Texel er heel anders zou uitzien. Zeker die Prins Hendrik Zandijk zou er natuurlijk niet liggen. Dus ja, dan kijk je natuurlijk wel, dan zou je naar een hele andere wereld kijken. Ja, ja. Dat klopt. De Waddenzee zoals wij hem kennen is eigenlijk vrij jong. Is nog maar zo'n 1000 jaar oud. Hè? Ja. Want ik heb altijd begrepen dat in de stormvloeden van de 11e en 12e eeuw dat het gebied opengebroken is. En dat aan het eind van de 13e eeuw het pas helemaal eruit zag zoals wij het nu kennen min of meer. Ja. Maar als we dan teruggaan voordat die Waddenzee is volgestroomd. Hoe ziet dat eruit? Als we van open zee het land opgaan. Wat voor stadia, als we daar doorheen zouden trekken, wat voor stadia komen we dan tegen? In de oude situatie? In de oude situatie, gewoon de natuurlijke situatie. Het zijn geen dijken. Nee. Alleen nu en dan wat terpen, zoals Plinius al zei. Ja. Maar voor de rest is het nog helemaal een open systeem. Je gaat, als je begint en je zou op de Noordzee beginnen, dan kom je eerst een waddeneiland tegen. Een van de waddeneilanden. Met een strand natuurlijk en de lage duinen, gevolgd door de primaire kering. En daarachter had je... Wat is een primaire kering? De witte duinen, zeg maar. Dus de hoge witte duinen, die eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk onze grote stormbuffer, ook voor de Waddenzee. Hè? Dus zonder die barrière-eilanden, zonder die waddeneilanden, zou er geen Waddenzee zijn. Dan zouden die wadplaten er niet zijn. Oké, je hebt het strand en je zegt eerst lage duinen en dan hoge duinen. Ja, dus als je van het strand grofweg komt, dan kom je wat babyduintjes tegen, wat embryonale duinen. En dan kom je die hele hoge duinrug tegen. En dat is dat zijn de witte duinen. En die hebben de belangrijkste waterkerende functie. Vaak heb je erachter dan nog, afhankelijk van waar je zit, heb je nog wat grijsduin. Dus dat zijn de wat oudere duinen. En dan ga je over in kwelders. En die overstromen natuurlijk met regelmaat nog. Dus die duinen liggen meestal droog, behalve bij extreme stormen. Dan breekt dat soms eens door en dan komen er openingen in. Die kwelders die erachter liggen, die overstromen al vaker. En dan op een gegeven moment stap je weer van die kwelders af de wadplaten op. Die dus eigenlijk ook gevormd zijn doordat die barrière-eilanden, die waddeneilanden daar lagen. Ik wil nog even terug naar die duinen. Ja. Je noemt kleine duintjes, witte duinen, grijze duinen. Ja. Waarom wit en grijs? De witte duinen, dat zijn echt zeg maar de jonge duinen die zich echt nog vormen en ophogen. En die ontvangen ook nog steeds zand vanaf de zee, zeg maar. En daarachter liggen de wat oudere duinen. Die zijn vaak intussen een beetje lager en die zijn wat ouder.
En daar is het kalk is er ook een beetje uitgespoeld door het regenwater. En er groeien natuurlijk al heel veel planten op. Dus er zit vaak een organische stof zit er door het zand heen gemengd. Daardoor krijgt het ook wat een andere kleur. Vandaar de beschrijving grijze duinen. Maar wat er in ieder geval gebeurt is dat achter dat primaire duin, dus op het moment dat de zandtoevoer stopt, en dan blijft de regenwater blijft natuurlijk opvallen. Dat lost elke keer een klein beetje kalk op uit dat zand. En dus wordt het duinzand wordt elke keer een beetje zuurder. Ja, juist. Ja. Ja. Want hoe meer kalk er is, hoe meer dus het zuur wordt gebufferd. Gebufferd, ja, ja. Ja. Het is eigenlijk, zoals je het nu beschrijft, stel ik me voor dat het is op de bosplaat en op het oerd. Ja. Je zegt, nadat die kwelders, dan loop je weer op de watplaten. De watplaten. Ja. Dus je denkt dat de Waddenzee zoals die was in de tijd van de Romeinen, dat het wel zo vaak onderliep dat je niet zeg maar door één kwelder naar de Terpen zou kunnen lopen. Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Nee. Dus het was niet zoals dat je nu bijvoorbeeld op Amerikaanse barrière-eilanden, hier is het daarachter is het een aaneengesloten kwelder met slijkgras. Die situatie hebben wij op die manier volgens mij niet gehad. De afstand tussen de Waddeneilanden en de vaste wal, zeg maar, daarachter is in de Nederlandse situatie veel groter. Ja. Ah, dus daar hebben wel kale watplaten tussen gezeten die met regelmaat overstroomden. En waarom is die kwelder dan wel begroeid en die watplaten, is dat omdat die watplaten lager zijn? Die liggen wat lager, ja. En die liggen ook al wat minder weer in de beschutting, want die kwelder achter die duinen liggen natuurlijk ook in de directe beschutting van die duinen. En die afstand tot die duinen die neemt, naarmate hij weer verder landinwaarts gaat, neemt hij weer wat toe. En dan loopt het dus over in watplaten en geulen. Ja, ja. Oké, dan heb je de watplaten en de geulen. En dan kom je, nou ja, als we even naar die oerstaat gaan, zoals Plinius hem beschrijft, dan kom je op een gebied waar terpen zijn opgeworpen, waar mensen opwonen. Dan kom je weer op de lage en de hogere kwelders. Ja, en die kwelder die ziet er eigenlijk ongeveer net zo uit aan wat we nu de Friese kust noemen. Ja, we hebben nu de Friese kust is natuurlijk, daar hebben we wel flinke kwelders, maar die kwelders zijn allemaal door de mensen gebouwd met landaanwinningswerken. Ja, maar voordat die landaanwinningswerken, dus de natuurlijke situatie, ja. Zijn de kwelders aan de kant van het vasteland zonder menselijk ingrijpen, zijn die vergelijkbaar met de kwelders die achter bijvoorbeeld nu nog in het oerd liggen en in de bosplaat? Qua de manier waarop ze vormen wellicht wel, maar ze zijn wel een stuk modderiger. Dus je ziet dat de kwelders op de eilanden die zijn wat zandiger. Dus je kunt je voorstellen als het water vanaf de Noordzee naar binnen komt en dat zit vol met zwevende deeltjes, dan zullen de zwaardere zwevende deeltjes eerst uitzakken. En dat gebeurt vooral rondom die Waddeneilanden. En naarmate je verder landinwaarts gaat, dan gaat de energie steeds verder uit het water en worden die kwelders die vangen steeds meer die kleinere fracties in en dan wordt het dus ook modderiger. Op het moment dat je het vasteland oploopt, en dat is een hele geleidelijke overgang, kan ik me voorstellen. Ja. Dan kom je echt enkel diep in de kledder terecht. Dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, ja. 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 Op het moment dat die dijken er niet waren nog en die mensen daar op die terpen leven, zou jij voldoende vertrouwen hebben in het natuurlijke systeem dat je denkt, nou, op die terpen durf ik wel te wonen? Nou, ik denk dat er heel wat ongelukken zijn gebeurd in het verleden. Ja, toch wel? Ja, kijk, er was te leven, maar die terpen waren niet zo hoog. Dus ik kan me voorstellen dat het. Kijk, we hanteren nu natuurlijk regels. Het mag maar één keer in de zoveel duizend jaar mag zo'n dijk doorbreken. Nou, met die veiligheidsmarges. Laten we zo zeggen, het terpje mag voor mij wat hoger zijn. Ja, voordat ja. Ik erop ga wonen. Ja, ja. Maar het principe zou natuurlijk kunnen. Alleen dan heb je wel een heel ander leven. Die mensen die. Ik stel me voor dat die in de winter vooral echt op die terpen leefden. En er heel vlak rondom. En het vee ook. Want die kwelders die overstromen dan natuurlijk relatief vaker. En zomers heb je dan toch, zullen ze wat meer in de omgeving hebben geleefd. Stel ik me zo voor. Dus, ja, nou, ja, ik stel jou die vragen omdat jouw onderzoeksgebied is precies dit. Hè? Dus de kust die heel geleidelijk aftaalt naar de zee. Ja. Dus vorming van duinen, vorming van kwelders. En kijken wat daar groeit en onder welke omstandigheden het daar groeit. Ja. En wij zijn natuurlijk dijkenbouwers. We hebben het idee, we moeten daar zo'n dijk neerleggen, want anders wordt het niks. Maar als ik jou vraag, is de natuur ook een goede bouwer? De natuur is een uitstekende bouwer natuurlijk. Maar als je zegt van ja, ben je op zo'n kwelder 100%, sta je in voor 100% voor je eigen veiligheid? Dan zou ik zeggen, nou nee. Nee. Ja, die natuur die bouwt een kwelder en die kwelder is juist ontworpen om met regelmaat te kunnen overstromen. Die planten die kunnen er ook mee omgaan.
En naarmate je verder naar achter komt, neemt de kans op overstroming neemt steeds verder af. En dat zie je ook terug in de planten en de dieren die je daar vindt. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, op het moment dat je daar een terp bouwt op een midden hoge kwelder, dan neem je als mens natuurlijk een risico, want jij bent wat minder overstromingstolerant wellicht dan zo'n plant die daar die kwelder bouwt. Ja, maar het zijn niet alleen maar pushfactoren, het zijn ook pullfactoren. Er is een reden geweest dat mensen zich daar gingen vestigen. Ja. Dus er moet ook een voordeel geweest zijn. Natuurlijk, het is heel vruchtbaar. Hè? Dus die kwelderplanten die bouwen daar eigenlijk dat landschap. Die planten die daar groeien, die bouwen die kwelders. Die vangen die deeltjes in uit het water. En dat is, over het algemeen is dat natuurlijk heel voedingsrijk, nutriëntenrijk materiaal. Waar die planten ook zelf weer goed op groeien. En dat is, nou ja, als je vee hebt, is dat bijvoorbeeld ideaal natuurlijk om je vee te laten grazen. We doen dat nu natuurlijk buitendijks nog steeds. We hebben nog steeds vee buitendijks lopen. Dus voor mensen die landbouw bedrijven, is dat een productieve plek. Is het gunstig of ongunstig voor die vegetatie die zich teweer moet stellen tegen de zee die nu en dan komt als daar beesten gaan grazen? Of is dat juist gunstig? Dat is een interessante vraag. Het verandert in ieder geval de vegetatie wel stevig. Als je bijvoorbeeld op Schiermonnikoog, daar wordt nog met regelmaat, staat het vee er in de zomer op de kwelder. En de plekken die regelmatig worden bezocht, en waar de koeien veel grazen, daar vind je grassoorten die tolerant zijn tegen vertrapping en tolerant zijn tegen het begrazen. De plekken waar de koeien minder vaak komen, ja, daar vind je andere soorten die de bodem juist luchtiger en opener houden. Maar die ook minder goed tegen die begrazing kunnen. Ja. Dus het heeft wel degelijk een effect op hoe zo'n kwelder eruit ziet als je daar met zwaar vee gaat lopen, wat er eerst niet. En welke kwelder is beter bestand tegen de zee? De begraasde of de onbegraasde kwelder? Ik denk dat ze allebei prima bestand zijn als je nadenkt over wat haalt het meeste energie uit het water. Hè? Dus wat is voor het achterland beter? Dan is die onbegrazen kwelder zo beter zijn. Want daar staat hogere vegetatie die ook in staat is om meer energie uit het water weg te halen. Dus als je zegt het haalt energie uit het water, dan bedoel je dat als de zee komt aanstormen, ja, dat die langer woest blijft op een begraasde land, ja, dan op. Ja, daar zullen die golven makkelijker overheen rollen, over zo'n kort grasmatje vergeleken met slijggras of andere soorten die kniehoog staan. Hè? Dus dat effect krijg je natuurlijk wel. Ik zie een vegetatie vormen van een natuurlijke kwelder van, ja, plantjes die op zijn best misschien nog eens een keer tot mijn knieën komen, maar voor de rest dat het toch een laag bij de grondse vegetatie is. Is dat inderdaad in staat om de zee enigszins te temperen? Ja, we weten intussen dat een flink effect kan hebben. Ook het onderzoek van collega's van het NIOS, waaronder Tjeerd Bouwma bijvoorbeeld, die hebben gekeken naar het effect van kwelders en de kans bijvoorbeeld op dat een dijk doorbreekt. Dus dat is, en dan hebben ze ook gekeken naar historische stormvloeden en wat die voor effect hadden. En dan zie je, is ook een van hun meer recente publicaties, dat als er een kwelder voor ligt, dat de kans dat zo'n dijk doorbreekt is vele malen kleiner dan op plekken waar die kwelder dus er niet meer voor ligt. En dat geeft eigenlijk al aan dat die kwelder een hele belangrijke golfdempende werking heeft. Dus eigenlijk op het moment dat zo'n storm dat water opstuurt, is een eerste stap is dat eigenlijk de vorm van een watplaat is heel belangrijk. Als je een watplaat hebt die bol van vorm is, dan is die beter in staat om de energie uit het water te halen en de golven al een beetje af te remmen dan een holle plaat. En vervolgens zie je dat eigenlijk die kwelder daar extra energie uithaalt. Een holle en een bolle zandplaat. Wat is de natuurlijke vorm van een plaat? Of krijg je zowel holle als bolle? Je krijgt ze allebei. Alleen de holle plaat is meer erosief. Dus die verliest over het algemeen meer zand. En de bolle plaat is vaak meer aangroeiend van natuur. Ja. Ik zag het even als een kratervorm, maar het kan ook gewoon. Nee, het is meer in de dwarsdoorsnede. Dat hij dus hol oploopt of bol oploopt. Oh, ja. Maar goed, een kwelder haalt de angel al uit de zee. Dat wil zeggen, ja, dat de dijk bij Wierum in Noord-Friesland is eigenlijk veel meer bedreigd dan de dijk bij, want daar, ja, dat is gewoon slik tot aan, ja, de dijkvoet. Ja. Dan bijvoorbeeld verder naar het oosten bij Westernieland of zo. Waar, ja, dat zou je wel verwachten, alhoewel het wel ook te maken heeft met de grootte van de watplaat die daarvoor ligt. Dus als er een enorme watplaat voor ligt, waardoor het water een grote afstand over zo'n watplaat moet afleggen, dan wordt er door die watplaat zelf ook al veel energie uit het water gehaald. En een kwelder voegt daar eigenlijk nog weer aan toe, domweg omdat die hoger ligt en omdat die vegetatie, dus die planten die erop staan, die geven extra ruwheid aan die bodem. En het is die ruwheid en dat oplopende aspect van zo'n watplaat of van zo'n kwelder die de energie uit het water
ja, weghalen. Waar voel jij je veiliger? Achter een kwelder met een dijk of achter een rij duinen? Oh, ik voel me achter allebei... zou ik me hartstikke veilig kunnen voelen. En in beide gevallen heeft het te maken met hoe ze er precies bij liggen. Ja. Je hebt natuurlijk duinen, die zijn niet zo bijzonder hoog. En daar kan misschien bij een stormvloed het water wel overheen komen. Terwijl als je op een plek staat met een enorme kwelder en een hoge dijk, ja, dan ben je natuurlijk ontzettend veilig. Ja, want ik denk er nu aan dat, die Hondsbossen is natuurlijk, de Hondsbossen Zeewering. Ja. En ook op Texel natuurlijk, daar zijn van die duinenrijen aangelegd. Ja. En als je daar een tijd niet bent geweest, dan denk je, waar is de dijk nou? En die ligt eronder. Ja, die ligt eronder. Jij als wetenschapper die kijkt naar van die systemen tussen land en zee, ben je er gelukkig mee dat het op die manier gedaan wordt? Nou, die Prins Hendrik Zandijk is wel een beetje een rare, zou je kunnen zeggen. Omdat hij... je creëert eigenlijk een hele zandige... Misschien is het toch goed om even te zeggen, ja, hoe het eruit ziet voor, ja, mensen die het niet weten. Nou, ja, we hadden daar natuurlijk... Er lag gewoon een standaard zeedijk zoals we die gewend zijn te bouwen. Met een grasmat eroverheen. En die is... die dijk moest opgehoogd worden. En een van de ingrepen die men heeft gedaan is om hem daar op te hogen en uit te breiden met een flinke hoeveelheid zand. En men heeft daar helemaal op geplant. Dus het is eigenlijk meer een duin geworden dan een dijk, zou je kunnen zeggen. Ja. En het atypische daarvan is, hè, ik omschreef net al, dat als je vanaf de Noordzee komt, dan kom je eigenlijk eerst de duinen tegen. En dan kom je de kwelder tegen en dan loop je de watplaat weer op. Maar ja, nu hebben we aan de kant van de kwelder, ligt er in één keer opnieuw een duin. Dus je komt nu de duinen tegen, dan de kwelder, en dan kom je opnieuw de duinen tegen. Nou ja, en dat is een beetje vreemd, zou je kunnen zeggen. Omdat, ja, eigenlijk je dus daar een heel zandig systeem aantreft op een plek waar het van nature niet voorkomt. Heb je in jouw vakgebied er nog de rekkelijke en de precieze die zeggen, of een verschil van mening tussen mensen die zeggen van dat kan je wel doen en dat kan je niet doen? Ja, kijk, daar lag natuurlijk een dijk. En ja, dat was ook niet het meest natuurlijke. Nee, oké. En dan kun je wel afvragen, ja, dit is natuurlijk een extreme vorm van tuinieren, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, en of dat dan goed of slecht is, ja, dat is, ik vind het heel lastig om daar een waardeoordeel aan te verbinden. Want daarvoor lag er natuurlijk ook al een hele zware dijk. En die heeft ook al zijn effect gehad op dat hele systeem. Dus ja, het is maar net met welke mate je dat gaat meten natuurlijk. Hè. Dus als je gaat kijken van, vind ik op de vierkante meter nu zometeen meer soorten? Misschien wel, maar misschien ook wel niet. Want als je op die dijk een bloemrijke vegetatie hebt, hè, dat is wat overigens meestal niet zo is. Nee, maar je zou het je kunnen voorstellen. Hè, dus dan misschien dat je er wel meer plantensoorten vindt dan nu. Want het is nu natuurlijk, ja, er komt eigenlijk primair één soort voor. Er zullen straks wat meerdere soorten inkomen natuurlijk. En ja, dit is nu aangeplant. Maar ja, op de dijk had je natuurlijk ook gewoon rijgras en schapen. Dat was precies, het ja. 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 Dus ja, het is maar net met welke maat je daar gaat meten. Ben je geïnteresseerd in de biodiversiteit? Ben je geïnteresseerd in de beleving die mensen daar hebben als ze daar lopen. Dat is heel lastig om daar op die manier een waardeoordeel aan te geven, denk ik. Nou, laat ik dan zo zeggen. Als jou gevraagd was. Want je had dus, bij wijze van spreken, als ik nu hoor wat je zo net zei, er ook voor kunnen kiezen om te proberen om een kwelder aan te leggen voor die dijk. Ja. En als jou was gevraagd om dat te doen, wat denk je, waar zou jouw voorkeur naar uitgegaan zijn? Nou, in algemene zin denk ik, moet je kijken van, zou ik een voorkeur hebben voor wat sluit het beste aan bij het systeem wat er historisch voorkomt? Ja. Dan is het ook nog weer de vraag hoe ver je terug wil gaan. En hier vraag ik me ook af of je hier heel gemakkelijk en je zit nog vrij dicht bij de Noordzee natuurlijk, ja, op deze plek. Dus de vraag is ook of je hier heel gemakkelijk die kwelder eventjes zou kunnen uitbreiden. Ik vraag me ook af, want er gaat een hele zware stroming. Er gaat ook water langs, ja. Ja. Dus het is ook niet zo dat je daar eventjes zegt van, nou, laten we een oesterbankje aanleggen. Ik denk niet dat hem wordt. Nee. Dus de vraag is ook of je heel veel extra mogelijkheden had gehad. En ik neem aan dat er ook wel aan is gerekend, wellicht. Het is grappig dat je zegt dat je ervoor zou kunnen kiezen om een oesterbankje aan te leggen. Ja. Terwijl je zegt dus niet, we kiezen ervoor om een beschoeiing aan te leggen. Maar je zegt, laat de natuur het bouwen. Nou, ik denk wel dat een manier van kijken is naar ons huidige beheer. Wat in ieder geval bij mij, voor mij is persoonlijk is het belangrijk van, hoe kunnen we nou die systemen zo natuurlijk mogelijk laten functioneren? Zodat de natuur eigenlijk maximaal zijn gang kan gaan. Maar dat wij hier ook nog daar veilig en goed samen mee kunnen leven.
En je ziet ook in een meer algemene zin dat meer een belangrijke insteek wordt. Denk aan de building with nature benaderingen. Maar ook in de duinen bijvoorbeeld, de toename aan focus op het dynamiseren van landschappen. En dat zie je wel steeds meer terugkomen. Je komt op het je noemde niet voor niets het oesterbankje. Het oesterbankje als, zo heet het, ecosystem engineer, geloof ik. Een oester is een ecosystem engineer, net als een mossel of een kwelderplant of een duinplant. Hè. Dus het zijn allemaal soorten die bouwen als het ware hun eigen omgeving. En een duinplant, een duingras, zoals helmgras, doet dat door een duin te bouwen. Kwelderplanten zoals slijkgras of kweldergras, die doen dat door kwelders te bouwen. En een oesterbank of een oester vormt een oesterbank. Ja. En daarmee, als je op een oesterbank staat, ja, dan is dat toch wel even wat anders dan de zandplaten die daarvoor voorkwam. Stel je voor dat je een gebied zou moeten beveiligen door ecosystem engineers in te zetten. Bijvoorbeeld een oesterbank. Ja, er wordt over nagedacht. Ja, vertel eens op wat voor manier wordt er over nagedacht. En kan je een voorbeeld geven hoe dat er dan uit zou zien? Nou, waar de meest voorkomende manier om er nu over na te denken is van, kunnen we nou bijvoorbeeld die oesters en die mosselen of ook kwelders, kweldervormende planten, kunnen we die nou inzetten voor die dijk? Dus om eigenlijk al een groot deel van de golfkracht en de snelheid uit het water te halen, waardoor we die dijk uiteindelijk wat lager kunnen houden. Dus dan kun je inderdaad denken aan een hele gereedschapskist, misschien wel aan potentiële biobouwers die je zou kunnen inzetten, afhankelijk ook van de situatie waar je zit. Hè. Dus je kunt je ook wel voorstellen, het heeft geen zin om een oesterbank te proberen te bouwen op het Noordzeestrand. Dat gaat er niet worden. Omdat het veel te dynamisch is. Die oesters die kunnen daar ook niet houden. Dus die zijn niet in staat daar hun eigen oesterbank te bouwen en zich daar te handhaven. Ze worden losgeslagen. Dan wordt kapot geslagen. Ja, dus maar wat is het? Zoals je weet, het is even wat rustiger. Ja. Dus stel dat jij een dijk wil beschermen met behulp van oesters en mosselen. Misschien oesters, hè? Waar begin je dan? Hoe ga je dan te werk? Ik denk dat de eerste eerst maar eens kijken hoe breed die plaat is die daarvoor ligt. En wat je daar op kwijt zou kunnen, logischerwijs. Kijk, als het gebied heel laag ligt, dan is het misschien helemaal niet opportun om daar iets neer te leggen. Maar stel je zou daar een vrij grote, flauw aflopende plaat hebben, dan zou je kunnen denken aan kwelders die je daar zou kunnen aanleggen. En hoe doe je dat dan? Waar begin je dan? Want je hebt het steeds over iets wat je neerlegt. Wat leg je dan neer? Nou, dat is nog een vraag op zich. Kijk, we zijn klassiek gewend om om dan bijvoorbeeld rijshouten dammen neer te leggen. En dan hoog in het land op. En dan komen op een gegeven moment die planten daar terug. En dan eindig je eigenlijk met zo'n hele vakkenstructuur die eigenlijk die kwelder opbouwt. En dat zijn natuurlijk niet de meest natuurlijke kwelders die je kunt voorstellen. Dat is in feite de ouderwetse manier. Ja. Zoals een landaanwinning ook gebeurde bij Noord-Groningen, Noord-Friesland. Ja. Je zet beschoeiingen neer. Ja. Een rechte hoek op de dijk. Ja. En dat met rijshout. En op de duur basaltblokken erin. En dan had het slijk vast. Ja. En dan? En dan uiteindelijk komt daar gewoon planten groeien en hoogt die kwelder zich uiteindelijk zelf op. Dus eigenlijk geef je een haakje voor die planten, maar een vrij stevige haak voor die planten om daar voet aan de grond te krijgen. Ja. Ja, hetzelfde zou je kunnen doen met oesterbanken. Je zou natuurlijk kunnen besluiten om daar basaltblokken neer te gooien. Hè? Dat is een hele extreme maatregel zou het zijn. Maar dan gaan daar vaste oesters en mossels op groeien. En dat hoogt zich ook op. Ik was een paar weken geleden op het Wad onder Ameland. En daar is 150 jaar geleden is daar een hele lage dam aangelegd met inderdaad rijshout en basaltblokken. Die dam is doorgebroken, 1881, 1882. En heel veel van die basaltblokken zijn blijven liggen. En waar die dijk lag, daar ligt nou een prachtige oesterbank. Ja. En als je dan heel diep gaat graven, dan vind je de stenen nog terug. Dan vind je de stenen nog terug. Ja, ik heb er een meegenomen. Ja. Dat zou dus een manier zijn om een rij van oesters voor een dijk aan te leggen. Gewoon iets stevigs in de zee pleuren en dan gaat het ervan. Dan hoef je eigenlijk groeien. Ja. Hoef je eigenlijk niks te doen. Ja, het is alleen je doet een vrij ingrijpende en wellicht onomkeerbare maatregel natuurlijk. Hè. Dus het was ook echt de bedoeling om die Waddenzee in te polderen destijds. Tegenwoordig kijken we daar natuurlijk anders naar en willen we eigenlijk daar de natuur wat meer de ruimte geven. En dan zou het toepassen van grote hoeveelheden basalt
Ja, is misschien toch een wat rare gedachte. Dus, maar wat zou jij dan gebruiken? Nou, waar we echt naar kijken is van kunnen we tijdelijke structuren aanbieden voor die oesters of mossels of kwelderplanten om voet aan de grond te krijgen. Dus je moet je voorstellen op het moment dat ergens al een oesterbank zou liggen of een mosselbank, dan vormt dat eigenlijk de fundering voor de volgende generatie. Dus zo'n bank is een hele complexe 3D-structuur. Is een harde ondergrond ook. Hè? Is heel anders dan natuurlijk het losse zand. En als je dan een jonge mossel of oesterlarve bent, en dan groei je de eerste week op in de waterklom, en dan zoek je een plekje op de zeebodem na verloop van tijd. En dan is eigenlijk de meest verkeerde plek waar je terecht kan komen is eigenlijk op het losse zand. Want je hebt en geen stabiele ondergrond om je aan vast te kunnen hechten. En er zit een klein leger aan garnalen en krabben op je te wachten om je op te eten. Ja. Nou, en op zo'n bestaande mossel- en oesterbank, ja, daar kun je ergens aan vasthechten. Er zitten allemaal gaatjes en groeven in die mossels en die oesters waar je je tussen kunt verstoppen. Dus je bent ook veilig, of in ieder geval een stuk veiliger voor die krabben en die garnalen. Dus je kans op overleving is gewoon veel groter. Dus op het moment dat zo'n mossel- of oesterbank bestaat, dan houdt hij zichzelf voor, kan hij zichzelf in ieder geval veel beter in stand houden. En is hij ook, is een, als er maar eenmaal een bodempje ligt, dan is dat ook voor de volgende generaties, ja, een ondergrond. En is het een stevige structuur? Als het er eenmaal ligt, kan, ja, het veel hebben? Ja, dat weten we intussen ook. Hè. Dus vaak als je die wat oudere mosselbanken hebt, dan ligt daar een hele fundering, een oud schelpenmateriaal ligt er eigenlijk onder. Dus die generaties van mosselen en oesters, die vallen eigenlijk over elkaar heen en die hogen langzamerhand zo'n bank op. Op een gegeven moment wordt dat natuurlijk beperkt door de waterhoogte en dergelijke. Maar dat kan echt met een half meter tot een meter hoger worden dan de omgeving, zo'n bank. En is het zo dat je, als het er eenmaal ligt, het dus niet makkelijk wegkrijgt en dat het zich ook makkelijk kan uitbreiden aan de randen? Dat werkt anders voor mossels dan bijvoorbeeld dan voor kwelderplanten. Hè. Dus voor kwelderplanten geldt eigenlijk overigens ook wel hetzelfde principe. Hè. Je kunt je voorstellen als je een klein zaadje bent en je zoekt een plek op de losse zeebodem en je bent een heel klein plantje, dan is de kans dat je loslaat is veel groter dan wanneer je een grote kwelderpluk hebt gevormd. En dan zit je gewoon veel vaster in die watbodem. Dus ook daar is eigenlijk die eerste fase om een voet aan de grond te krijgen is heel kritisch. Nou, en voor kwelderplanten geldt eigenlijk dat die zich klonaal uitbreiden. Dus die groeien eigenlijk via wortelstokken. Groeien die gewoon de omgeving in. Dus die kale zandplaat op. En voor mossels en voor oesters geldt dat natuurlijk niet. Dus die moeten eigenlijk toch pulsgewijs die omgeving een beetje zien te koloniseren. Waarbij die, ja, bank wellicht wel kan helpen. Want je kunt je voorstellen dat als je zo'n bank eenmaal hebt, dat er wel eens wat losse brokken, wat brokken van losslaan die dan in de omgeving terechtkomen. Wat dan wellicht wel weer ook een startpunt kan vormen voor volgende generaties, waardoor zo'n systeem zich langzamerhand opvult. Maar eigenlijk begrijpen we dat ook nog niet zo goed. Nee, want ik kan me ook voorstellen dat, dat was overigens ook de gedachte achter die dam van Ameland. Je maakt een lage dam en dan slipt het vanzelf aan. Dus ja, ik kan me voorstellen dat watlopers die weten ook, als je bij mosselbank in de buurt komt, dan ga je inderdaad tot ja, soms wel tot je knieën in de mosselpoep. In de mosselpoep, ja. Dat wil zeggen dat het ook eromheen slipt het ook op. Dat, ja, wil zeggen dat ze mee moeten groeien natuurlijk. Met dat doen ze ook, ja, ja. En mossels die maken zichzelf, die kunnen ook echt nog bewegen, ook op oudere leeftijd. Hè? Want die zetten zichzelf vast met dat noemen we de biesesdraden. En die kunnen zichzelf losmaken en dan kunnen ze zichzelf weer op een betere plek positioneren. Voor oesters geldt dat niet. Die lijmen zichzelf vast. En als die inzanden of overslippen, dan gaan ze dood. Maar meestal zitten er dan weer intussen alweer jonge oestertjes op die oude oester. Geweldig dat er ook weer werkwoorden voor zijn als inzanden en overslippen. Ja. Zo leren, ja, we elke dag wat. En het is wel zo ook dat het inslippen van die omgeving, hè, we hebben ook wel gekeken van wat doet dat nou met de rest van al die beesten die op die watplaten voorkomen. En we zien bijvoorbeeld dat in de luwte van mosselbanken zie je ook vaak hogere dichtheden aan schelpkokerwormen en van kokkels. En die maken de bodem ook weer steviger en die zouden wellicht wel als een geschikte plek ook weer kunnen fungeren voor mossels en oesters om zich daar weer te vestigen. Ja, zit even te denken, dat heb ik in ieder geval op school geleerd bij biologie, dat je pionierbevolking hebt. Dus ja, je hebt eerst naaldhout en dan dat maakt de omgeving geschikt voor de loofbos, geloof ik, zoiets. Er zit een hele gelaagdheid in. Ja, ja, dat je in ieder geval pioniersoorten hebt en volgers. En, ja, in geval van schelpen, wat is dat dan? Nou, ik denk niet dat je dat zo zou kunnen zien. Ik denk niet dat dat je zou kunnen zeggen van, nou, de ene soort is de pionier en dan de andere die
dat daar een duidelijke mate van successie in zit. Niet beschelddieren, op de gewoon velden natuurlijk wel. Hè? Dus daar zie je dat slijkgrassen en zeekraal, die komen eerst en die beginnen die kwelder op te hogen. En naarmate die kwelder verder ophoogt, komen er andere planten in. Kweldergras en lamzoor en zo verder. Dus, en uiteindelijk kom je echt op de wat drogere grassoorten uit, naarmate die kwelder steeds hoger wordt. Het is een kwestie van de soorten, of het nou schelpen zijn of planten, om ze dat eerste zetje te geven. Ja. Nou kan ik me herinneren dat ik toen ik nog in Groningen woonde en voor Radio Noord werkte, dat ik een keer ben meegeweest met een... volgens mij was het zowel Rijkswaterstaat als de Groningen Universiteit. Toen hebben we zeegras geplant onder Terschelling. Ja. Ja, dat was gewoon in drie tijden was het weg. Ja, dat soort fiasco's hebben we meer gehad en gezien. En dan doen we natuurlijk ook al tientallen jaren kijken we daarnaar. Maar is het zo dat het gewoon maar trial and error is? Of dat gewoon geen idee had toen nog hoe dat moest? En weten we nu wel hoe dat moet? Ja, het is trial and error. En we wisten niet hoe het moest. En we weten nu nog niet precies hoe het moet, zou ik zeggen. Maar we weten al wel een hele hoop meer. Wat deden we toen fout? Want ik kan me herinneren dat het was met touwtjes, was het in kwadranten en we stopten het er gewoon in. In eerste instantie denk ik dat waarbij jij betrokken bent geweest, dat het ook echt allemaal experimenten waren om te kijken van kan het hier überhaupt groeien in deze omgeving en hoe dan? Dus dat is ook allemaal heel kleinschalig geweest. Inmiddels weten we dat als je echt serieus aan herstel wil doen, dan moet het eigenlijk wel grootschalig. Met name ook bij zeegras is dat aangetoond dat... Eigenlijk werken op de vierkante meter heeft geen zin. De kans dat het dan verdwijnt is zo groot dat de kans op mislukking eigenlijk zo groot is dat het geen zin heeft om het op die manier te doen. Dus of je moet het groot doen of eigenlijk niet. Daar komt het op neer. En we weten ook dat de locatie waar je dit soort dingen onderneemt is uitermate belangrijk. En dat hebben we soms nog onvoldoende in de vingers. Dat we denken van nou, daar kan het. En dan ga je daar je eerste proeven doen en dan blijkt het dat toch geen geschikte plek te zijn. En dan blijkt het toch dat je een kilometer verderop had moeten zitten. Ja, want je kan zeggen van als iets een geschikte plek is voor zeegras, waarom is het er dan niet? Ja, nee, dat klopt. En dat kan te maken hebben met verschillende factoren. En dan met name bij het droogvallende grootzeegras. Dat is een plantensoort die in het droogvallende deel van de Waddenzee elke winter als zaad overleeft. Met name als zaad. Dus misschien 5% wortelstok en de rest is allemaal zaad. Yeah. Dus je kunt je voorstellen dat als die plant eenmaal verdwijnt en hij komt vrijwel in de hele Nederlandse Waddenzee niet meer voor. Dan is het lastig terugkomen, want hij is er feitelijk niet meer. Nee. Dus dan krijg je gewoon een probleem van dispersie eigenlijk. Hè. Dus je hebt zaden nodig eigenlijk om eigenlijk die wadplaten weer te kunnen bevolken. En dan helpt herintroductie, kan helpen mits je dat op de goede plek doet. Nou, daar doen we rondom Grient nu experimenten mee. Dus daar hebben we uiteindelijk een goede plek gevonden. Daar waren we in eerste instantie aan de zuidkant van Grient begonnen. Dat leek een geschikte locatie. Nou, dat bleek toch niet zo uit te pakken. Dus dan zie je toch dat ons begrip van die wadplaten en de modellen die daaronder liggen, dat nog niet verfijnd genoeg is om dat helemaal goed te voorspellen. Maar uiteindelijk zien we dus nu aan de noordoostkant van Grient. Daar is een hele grote wadplaat die dus wel geschikt blijkt. En daar hebben we nu, daar ligt nu een oppervlakte van zo'n 164 hectare. Waar verspreid over die hele hectare, over dat hele oppervlak komen planten voor. Op basis van nog steeds relatief bescheiden uitzaaiproeven die we hebben gedaan. We kwamen hierop vanwege het idee dat je een dijk kan beschermen door er iets voor te leggen. Ja. Bijvoorbeeld een mossel en oester, of een oesterbank, mosselbank. Dat was jouw voorbeeld. Ja. Maar als je in plaats van een mossel en oesterbank daar een hectares met zeegras hebt liggen, werkt dat ook goed? Zeegras halen energie uit het water. Maar niet zoveel. Maar minder dan een oester of dan een kwelder. Ja. En is het zo dat je grotere kans hebt voor oesters of mosselen om zich te laten vestigen dan bij het wat kieskeurige zeegras? Ja, op dit moment wel. Domweg ook omdat we het beter begrijpen al. Dus we zijn eigenlijk in ons begrip van hoe die systemen werken, zijn we denk ik wat verder. En doordat het zeegras eigenlijk ook voor het grootste deel eigenlijk helemaal is verdwenen, moet je van veel verder terugkomen als het ware. Ja, ja.
Nou heb ik begrepen dat jullie een soort afbreekbare kratjes of zo. Dat ziet er als roosters of matten in de zeebodem leggen, op de zeebodem leggen. En dat het, zeg maar, het knietje is om ze zover te krijgen dat ze zich vestigen. Ja, dat is. Sommigen omschrijven het ook wel een soort honingraadstructuur. Het zijn een soort. Het zijn een soort structuren van 2 centimeter hoog, 1 meter lang en 1,5 meter breed. En die kun je als een soort Lego blokjes weer op elkaar stapelen om hogere structuren te bouwen. En dan krijg je zo inderdaad een soort honingraadachtige 3D-structuur. Kunstmatig rifje. Ja, een kunstmatig rifje gemaakt van biologisch afbreekbare plastics. Op basis ten dele van aardappelzetmeel. En het idee is inderdaad dat dat spul, dus de bees noemen we het, dat die structuren in staat zijn eigenlijk om mossels of kwelderplanten of zeegrasplanten eigenlijk over dat eerste vestigingsdrempeltje heen te helpen door bepaalde eigenschappen die een volwassen mosselbank of een volwassen kwelder heeft van nature, door die in dat vroege stadium tijdelijk te simuleren. Dus je kunt je voorstellen, een grote kwelder. Een grote kwelderplant die heeft een hele dichte wortelmat en die stabiliseert daarmee het zand. En doordat die groot is, haalt hij ook veel energie uit het water. Als je een enkel plantje neerzet, dan wordt hij meteen de bodem uitgerukt. Dus zetten we deze structuur eromheen en in de watbodem. En daardoor wordt die watbodem gestabiliseerd, net als in een volwassen kwelder. En wordt die energie ook uit het water gehaald door die structuren, net als bij een volwassen kwelderpluk. En daardoor kan dat kleine plantje beschermd eigenlijk door die simulatiekwelder voet aan de grond krijgen en uitgroeien. En hetzelfde kun je voorstellen bij een mosselrif. Hè? Dus ik legde net al uit dat een kale zandplaat niet een hele geschikte plek is voor een jonge mossel om een plekje te zoeken. Maar als je zo'n structuur neerzet, ja, dan heeft het eigenlijk de complexe structuur van een bestaande mosselbank. En we voegen daar zelfs nog kokostouw aan toe om eigenlijk die biesesdraden een beetje te simuleren. Want ze vinden het prettig om op een vezelige ondergrond zich in eerste instantie te vestigen. Nou, en dan kruipen ze in dat kokerstouw als jonge mosseltjes. En naarmate ze verder opgroeien, dan hechten ze zich in die structuur in de maanden daarna. Dus als je langs de dijken, de deltadijken van het Waddengebied, zo'n strook met van deze, hoe noem je ze ook weer? Ja, bees. Bees, ja. Bees neerlegt. Dan groeit er ook als plantje er niks op. Dan groeit er, dan vestigt er zich vanzelf wat op. Als je het op goede plekken neerlegt, ja. En dan maak je daarmee de dijken veiliger. Dat is de gedachte. Maar ja. Daar zijn we, moet ik wel meteen bij zeggen, daar zijn we nog niet ver genoeg mee. Dus je ziet eigenlijk dat het principe, op kleine schaal zien we nu dat het heel goed werkt. Dus op het moment dat je een vierkante meter van die bees neerzet op een diepte waar mosselbanken kunnen voorkomen, dan heb je binnen 1-2 jaar zit het helemaal vol met jonge mosseltjes. Maar we zien ook bijvoorbeeld dat de afbreekbaarheid van de structuren is eigenlijk nog te langzaam. En tegelijkertijd zie je dat die structuren, ik leg al uit dat ze op elkaar klikken als een soort Lego blokjes. Dat zodra het begint af te breken, die structuur, dat klikpunt het eerste wat loslaat en dan begint eigenlijk af te pellen. Ja, ja. Dus je ziet eigenlijk de proeven die we tot nu toe hebben gedaan, zie je dat het principe heel goed werkt. Maar nu is het eigenlijk wel zaak om met name ook voor die mosselen dat principe verder te verfijnen, zodat we het ook daadwerkelijk kunnen gebruiken en die biologische afbreekbare structuren na een jaar of 5 ook echt weg zijn natuurlijk. Je wil ze niet na 20 jaar nog weer terugvinden. Waarom niet? Je doet het toch voor de eeuwigheid? Wat maakt het nou uit dat het 20 jaar duurt voordat ze weggaan? Ja, dat is misschien ook een beetje mijn ecologenhart, zou je kunnen zeggen. Maar uiteindelijk bouwen we natuurlijk in een we bouwen eigenlijk al natuurlijk nu hier door dit te doen. En dat doen we dan in een natuurgebied. En je wil eigenlijk dat in zo'n natuurgebied dat het toch wel op een zo natuurlijk mogelijke manier functioneert. Dus het heeft mijn voorkeur om dit uiteindelijk vooral te doen op plekken en als een eenmalige ingreep. Ja, en ik alleen begrijp op plekken waar het ooit verdwenen is, bijvoorbeeld ook de menselijke ingrijp. Ja, ik begrijp natuurlijk wat je zegt. Ja. Aan de andere kant hou je jezelf ook een beetje voor de gek. Want je geeft dat eerste setje. Ja, dus, nee, dat is helemaal waar. En je zou ook kunnen zeggen, dat doen we niet. En we laten het helemaal aan de natuur over. Alleen dan moet je veel langer wachten. Dus Daarom. Het is niet zo dat het dan niet gebeurt. Hè? Dus het is. Nu kun je die mosselbank daar wellicht. Hè, met deze technieken zou je die daar kunnen krijgen binnen een jaar of 5. Hè? Dus dan zitten er in ieder geval mossels op. Die structuur die begint te verdwijnen. Dat is het beeld wat we erbij hebben. Op de kwelder zie je eigenlijk het vergelijkbare gebeuren. Maar
als je 50 jaar zou wachten, dan ligt die bank er wellicht ook. Of hij ligt misschien net een paar meter naar links of een paar meter naar rechts. Ja. Ja, dus het is ook een kwestie van de tijd die je als mensheid jezelf wil gunnen om zo'n gebied zichzelf in stand te laten houden en te vormen. Ja. 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 Dan zijn jullie ook bezig om structuren af te borrelen in de diepere stukken van het wat. Ja. Eigenlijk lijkt het wel alsof het onderzoek naar het wat zich vooral geconcentreerd heeft op die plekken die droog vallen. Dat is denk ik ook zo. In ieder geval het experimentele werk, zou je kunnen zeggen. Dus, maar je hebt natuurlijk het Marsdiep van altijd. Het Eilandse gat of de stortenmelk. Er zijn dingen die liggen altijd onder water. Ja. En daar weten we eigenlijk veel minder van. Ja, dat klopt. Dus, maar waarom ga je daar nou dingen afborrelen? Nou, we hebben daar nu net een groot onderzoeksproject gestart. Het Waddenmozaïekproject. Dat is ook waar je op doelt, denk ik. En de gedachte achter dat project is eigenlijk tweeledig. In eerste instantie willen we beter begrijpen hoe het ondergedoken wat eruit ziet. Dus er zit eigenlijk een heel groot deel van het project draait puur om observeren, om meten. Wat komt daar nou eigenlijk voor? Welke soorten vinden we er? Waar vinden we die verschillende soorten? Hoe verhoudt zich dat in de ruimte ten opzichte van de andere soortgroepen die we vinden? En daarvoor monsteren we om de kilometer in een heel groot raster. Nemen we overal bodemmonsters met de boxcore van de Navicula. Dus een grote bodemhapper zou je kunnen zeggen. En de Navicula is het schip van het NIOS dat onderzoek doet op het wat. Exact, ja, ja, ja. Ja. En met die bodemhapper kunnen we dus, zien we of het zandig of slibberige bodem is. We kunnen zien welke schelpdieren er op en in leven, welke wormensoorten daar voorkomen enzovoort. We kijken ook naar hoe dat voedselweb daar lokaal eruit ziet. Dus dat proberen we helemaal te reconstrueren. Dus dat is eigenlijk de eerste stap, want er is heel veel ook discussie over momenteel van wat is nou eigenlijk de toestand van het wat? Hoe ziet die eruit? Is hij nou eigenlijk gezond? Hè? Dus vanuit beheer wil men toe naar een rijke Waddenzee en een gezonde Waddenzee. Maar wat is dat nou eigenlijk? En hoe ziet hij er nu überhaupt uit? Nou, en eigenlijk de tweede trap daarin is dat we ook beter willen begrijpen in hoe dat ondergedoken wat tot stand komt. En welke factoren daarbij belangrijk zijn. En daarbij doen we bijvoorbeeld onderzoek naar vorming van schelpdierriffen. Dus ook weer van mossel en van oesterbanken. Nou, ik noemde net al die... Maar dan dieper onder water. Ja, dus zijn nou die spelregels die we zien. Hè? Net legde ik al uit. Het is voor een mosselbank lastig om je te vestigen op die watplaat. Want hij is instabiel en er zitten veel rovers te wachten. Dus we weten dat belangrijke factoren zijn. Maar zijn die factoren nou even belangrijk in het diepe wat? En is die verhouding van die stabiliteit van die watbodem en die predatiedruk, is dat nou precies hetzelfde? Dus kunnen we die kennis die we hebben nou één op één vertalen naar het diepe? Of zijn de spelregels dan nou eigenlijk anders? Ja. Nou, en om dat te kunnen ontrafelen, doen we experimenten waarmee we dat kunnen uitzoeken. En wat er ook een beetje wel aan ten grondslag ligt, is de gedachte dat eigenlijk over de afgelopen jaren steeds meermaal eigenlijk voorgesteld van we moeten daar weer bijvoorbeeld harde structuren introduceren, want het wordt het biodiverser. Dat weten we ook uit heel veel internationaal onderzoek. Als jij, stel je voor, als je ergens een schip afzinkt, iedereen kent die plaatjes wel uit films, uit natuurfilms, dat rondom zo'n schip barst het van de vis en de koralen die op zo'n schip groeien, ja, enzovoort. Nou, je kunt je voorstellen dat op het moment dat je dat soort structuren onder water aanbrengt, dan wordt het ook biodiverser. Ja, maar is dat wenselijk? Wat jullie doen is niet een wrak afborrelen, nee, maar gewoon een verschillende structuren. Dus ja, van zand, van hout, van misschien wel afbreekbaar plastic, geen idee hoor. Ja. En dan kijken, als dat een tijdje in het diepe wat ligt, wat daar gebeurt. Exact. Dus dat is ook geënt op. Dus daar zit inderdaad die biologische afbreekbare structuren bij, maar ook grind, wat van nature natuurlijk nog op veel plekken voorkomt, schelpen, maar ook grote stenen gemaakt van graniet. Ook om de simpele reden dat in het verleden is gesuggereerd van misschien moeten we dat gaan doen. Nou ja, misschien is dat nou eigenlijk wel zo'n goed idee. Misschien moet je eerst maar eens kijken wat dat zou doen als je dat doet. Ja. Nou, en zo introduceren we al die verschillende. Hout is dan nog een zesde die we ook testen. Je kunt je voorstellen, vroeger toen de Waddenzee nog open was, en waar wij ons verhaal begonnen en de rivieren vrij uitstroomden in de Waddenzee, door veengebieden, door bossen, dat er eigenlijk vroeger veel hout ook is meegenomen de zee op. Nou, dat gebeurt nu natuurlijk niet meer. Nou, wat gebeurt er nou als je
hout opnieuw op die wadbodem vindt. En er zijn ook plekken waar je overigens nog een grote hoeveelheden hout vindt. Ook in de Zuiderzee bijvoorbeeld, toen die werd ingepolderd. Een hele grote onderwaterbossen boven water gekomen. Ja, dat is intrigerend. En wij zijn gewoon ook wel nieuwsgierig van ja, wat gebeurt er nou als dat soort plekken... Hout drijft natuurlijk, is een beetje lastig, maar dat doe je dan in een kooi of zo. Ja, maar uiteindelijk drijft het dus niet meer. Hè? Dus het, op het moment dat het helemaal is volgezogen met water. Dus we hebben het hout dat we nu gebruiken hiervoor. Dat zit inderdaad in een kooi. Maar, niet, maar eigenlijk vooral om te zorgen dat we het ook weer kunnen opruimen. Dat we eraan kunnen meten. Ja, ja. Want het hout zelf, dat zinkt al. Want dat hebben we uit, uit een veengebied gehaald. Dus dat komt al van de bodem van de meer. Je hebt soms, als er wordt gebaggerd, dan spoelt er ook enorme hoeveelheden van dat oude Pleistocene hout bij IJmuiden op het strand. Ja. Goed, je doet het op de zeebodem. Dan na een jaar haal je het boven en dan kijk je waar het meest op gegroeid is en wat er op gegroeid is. Of... Ja, dus wat doet het dan het best? We kijken dus om het om de zoveel maanden. Dus we hebben er nu al twee keer. We hebben het in maart, april hebben we het uitgeplaatst. En we hebben er nu alweer twee keer naar gekeken. En wat je eigenlijk ziet is dat het materiaal, maar dit is een beetje door de oogharen kijkend, waarbij de analyses nog niet af zijn. Dus, dus misschien dat ik deze woorden later weer moet inslikken. Maar ik probeer het toch, dat je door de oogharen lijkt te zien dat het type materiaal niet zoveel uitmaakt. Dus het maakt niet zoveel uit of je nou hebt over hout of graniet of schelpenmateriaal. Maar het maakt vooral uit hoe de ruimtelijke structuur van het materiaal eruit ziet. Dus of er grote gaten in zitten of dat het juist heel fijn is van structuur. Dus er zit natuurlijk een heel groot verschil tussen of je een grindbed hebt of graniet. Of grote blokken hout die over elkaar heen liggen gestapeld. En met name die grote grove structuren, die lijken een sterke magneet te zijn voor bijvoorbeeld vissen. Die daar echt intussen gaan zitten. En je ziet ook dat de aangroei daarop, op die grotere structuren, daar zitten wat meer soorten op die zich echt daarop vastzetten. Op kiezels bijvoorbeeld gebeurt dat minder, omdat je kunt je ook wel voorstellen, zodra het wat harder gaat waaien, dan gaat het een beetje rollen en zo. En dan ligt, als je dan een zeepok bent of een oester en jouw kiezel die draait zich om, dan lig je in één keer onderop. Ja, dus dat is niet zo handig. Dus je ziet eigenlijk dat die wat grovere structuren, dat die... eigenlijk de spelregels die op het zandige wat had, zeg maar, het meest fundamenteel veranderen, zou je kunnen zeggen. En daar komt dus ook het meeste op af. Afsluitend, ecosystem engineering. Dus het inzetten van natuurlijke beesten en planten die hier voorkomen. Mogen we daar wat van verwachten in een wereld van reizende zeespiegels? Ik denk het dus wel. Ook omdat met name, stel, we zijn in staat om op de korte termijn dat soort mosselbanken en kwelders te gebruiken. Hè? Dus op zo'n manier in het landschap te gebruiken dat het veiliger maakt. Dat soort systemen zijn ook adaptief. Dus een kwelder kan meegroeien met de zeespiegel en een oesterbank die kan ook meegroeien met die zeespiegel. Die dijk die moet welke keer ophogen. Ja. Dus hoe meer we eigenlijk van die zelf... adaptiviteit, zeg maar, gebruik kunnen maken, hoe beter het is, denk ik. En ik denk juist ook dat daardoor dat een belangrijkere rol gaat krijgen, zeker internationaal. Is het zo dat mosselbanken de zeespiegelstijging kunnen bijhouden? Nou ja, wat is bijhouden? Hè? Dus ik zit even te denken, je moet dan dus voldoende zand en slip invangen om eigenlijk die dijk te kunnen blijven ontzien. Op de achtergrond zul je die dijk nog steeds moeten blijven ophogen, want de zeespiegel komt natuurlijk toch omhoog. En dan hangt het er toch van af ook hoeveel slip en zand er meegenomen wordt nog steeds de Waddenzee in. En de huidige ramingen die laten zien dat de Waddenzee heel lang kan meegroeien. Maar natuurlijk op het moment dat die zeespiegel echt een gigantische vlucht gaat nemen, daar zit natuurlijk wel een limiet aan. Dus het hangt ook echt af van in welk scenario we terecht gaan komen, denk ik. Oké, nou, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Dit was Van Delta tot Diepzee, gesprekken op Texel met onderzoekers van het NIOS, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Vandaag was dat kustecoloog professor Tjisse van der Heijden in gesprek met Matthijs Deen. De muziek is gemaakt door Matthijs Duringhoff. Als u zich abonneert, ontvangt u iedere maand een nieuw gesprek met een zeeonderzoeker van het NIOS.